Yo faggots, Ace Hier, met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer een praatvideo, commentaar. Ja, I don't know how the fuck you wanna call this. Maar dus, het is een, een, een praatvideo op de achtergrond. Zien jullie een mooie Overwatch gameplay? Gespeeld door mijzelf, en dan kan je zien aan de skills. De gameplay sukt hard, maar dat was gewoon omdat mijn team echt de grootste faggots ooit waren. Dus blame it dan mijn team, don't blame it on me dan me. Het is een team, het is niet echt. In een van mijn vorige praatvideo's had ik eens gezegd dat ik een strafblad had, omdat ik eens was echt gebroken in een school. En blijkbaar heb ik het laatste jaar er heel veel kijkers bij gekregen, want van. 18 juli is het precies 1 jaar geleden dat ik ben ingebroken in die school. De video staat nog steeds op privé omdat ik hem niet online mag zetten van de politie. Maar natuurlijk heb ik de beelden gewoon wel nog op mijn computer staan en ik ga wel een klein beetje klein beeldje tonen terwijl ik vertel. Heel veel mensen weten niet dat ik dus een strafblad heb. Maar wel als ik 18 ben vervalt die shit toch. Dus <laughs> ik heb een strafblad en daarop staat gewoon inbreken en privé-eigendom. Vorige zomer was het uh, nogal de hype om inbreekvideos te maken op YouTube en ik dacht, yo, ik ga er eens een stapje over gaan en ik ga gewoon gewoon Inbreken in een soort van school. Ik ga gewoon inbreken in een school die niet verlaten is. Gewoon in een school in de zomer waar toch niemand is. Dat is dus volledig verkeerd gedacht. In de zomer komen leerkrachten wel op school. Ze decoreren dat hele klaslokaal. Mensen komen op die school. De directeur zit soms op die school. Er wordt gekuist. Die school is fucking druk. En ik had mijn enkele vrienden gewoon afgesproken om s'avonds laat over de hekken te kruipen. Op het dak van die school te chillen. En proberen in die school te komen. Natuurlijk, omdat ik een fucking kut YouTuber ben, moest ik mijn camera meenemen om daar een leuke video van te krijgen, zodat ik veel views kon krijgen en veel. YouTube, maar kon pakken. Toen wij op die school waren, zijn we op het dak geklommen. Wij zijn op het schoolterrein geweest. We hebben gezien dat er een alarm hing. En toen is de politie gekomen met twee honden. En ze hebben ons daar weggehaald. En ja, toen, de, ja, toen hebben ze niet echt iets gezegd. We zeiden ze gewoon dat dat eigenlijk niet kon. En ze zijn ze weggegaan. Ik, die dacht dat dat geweldig was, heb dat natuurlijk op YouTube gezet. En ik kreeg daar wel redelijk veel views op. Dat kan ik zeggen. Die video was heel snel, heel veel bekeken. En dat op het moment dat die video viral ging gaan, en ja, dat. Toen belde mijn mama dat ik naar het politiebureau moest. En er is geen grapje. Ik moest echt gewoon naar het politiebureau. Ik, ik zat daar, ik wist echt niet wat ik verkeerd had gedaan. Ik legde de link volledig niet, dat het lag aan die video. Ik had eens via via gehoord dat YouTube-filmpjes niet als uh, bewijsmateriaal mochten gebruikt worden. Wel, blijkbaar mag dat wel. Kom kwam naar het politiebureau, ik zei mijn naam. Ik moest ineens naar achter en ik werd gewoon in een fucking kamer gezet met twee politieagenten. Deze politieagenten gebruikten duidelijk de tactiek good cop, bad cop. De ene politieagent deed super vriendelijk tegen me, de andere was de meest arrogante klotzak die ik ooit heb gezien in mijn hele leven. En ze hebben mij gewoon allemaal vragen gesteld of ik dingen had gestolen. Maar het was echt een heel intens gesprek. Die dudes deden echt alsof ik een hele misdaad had gepleegd. Wat eigenlijk ook zo was. En die deden echt alsof ik een crimineel was. Wat op dat moment eigenlijk ook wel juist was. Ik had een video online gezet waarin ik was ingebroken in een school. Terwijl dat eigenlijk gewoon totaal niet mag. Dat is echt gewoon strafbaar. En dat is ook de reden waarom er nu een, ja, een dingetje staat op mijn strafblad. Deels de reden waarom ik echt wel de lul ben op sommige vlakken. Maar dus, dat was het grootste probleem nog niet. Het raarste was dat ik dan in dat lokaal zat en die mensen begonnen echt zo mijn video te tonen en allemaal dingen te tonen en die video echt niet kon want blijkbaar had ik een paar dingen kapot gemaakt er moest natuurlijk een manier zijn om op het dak van het schoolgebouw te komen en wij hadden gewoon enkele vuilnisbakken bij elkaar gezet en ik was op die vuilnisbak geklommen om dan op het dak van die school te komen en ja ik weet misschien niet zoveel maar ik ben door die vuilniszak gezakt deksel van die vuilnisbak is gewoon gebroken dat, dat is gewoon plastic en ik ben daar gewoon doorgezakt. Geen flauw idee hoe dat kan, maar ik, ik, dat is gewoon... Ja, dat was kapot. De was helemaal naar de klote. En ja, ik was ook zo dom om dat te zeggen in die video. Dus eigenlijk hadden die politieagenten al het bewijs dat ze moesten hebben. En zat ik daar eigenlijk gewoon om, ja, voor lul. Ik probeerde hen uit te leggen dat het allemaal een grapje was. En ik die video gewoon had gemaakt voor het plezier. En omdat ik dacht dat het leuk was en bla. bla, bla. En dat was ook zo. Ik had die video niet gemaakt met de instelling van: hey, laten wij eens leuk inbreken in een school. Haha. <laughs> eigenlijk wel, eigenlijk wel ook gewoon views. Maar snap je? Ik ben geen crimineel. Ik ben niet echt gebroken in die school om dingen te stelen. En ik ben echt gebroken in die school omdat ik een beetje sensatie wil creëren op mijn YouTube channel. En ik weet niet of er kijkers zijn die die video nog volledig hebben gezien. Maar ik deed ook heel leuk in die video. Ik maakte er niet echt zo stress van dat ik net was echt gebroken in de school. Ik deed gewoon heel chill. Ik zei heel de hele tijd, yo, ik ga nu inbreken in school, yo. Ik ben nu in de school. Yo, ik, ik sta hier nu in een fucking lokaal. Dat was echt fucked up. Ik heb dan een brief moeten schrijven naar de directrice van die school. Waarin ik mij oprecht verontschuldigde. Want het grootste probleem van alles. Van heel het feit dat ik was echt gebroken in die school. Was dat die school eigenlijk ook gewoon mijn school was. Bij ons heb je de scholen in Blankenberg. Is fucking moeilijk. Ik weet niet waarom ik dat ga uitleggen. Maar het is van groep 1 tot groep 8. Dus de, de, de lagere school. is een andere school dan waar ik nu zit. Maar het is wel dezelfde school. Als je in de laatste. Klas zit, stroom je dan gewoon door naar de grote School waar ik nu zit. En ik was gewoon echt Verbroken in de school waar ik vroeger zat. Maar ik uh, Had dus niet erbij gerekend dat de directeur Van mijn school dus eigenlijk ook de directeur van Die school was. En dat ik dus eigenlijk gewoon Een misdaad had gepleegd op de directeur van mijn School. En dat betekende dus dat De kans er dik is dat ik van school gestuurd Ging worden. Dat is jammer genoeg niet gebeurd Ik, uh, ja, ik, uh. Zo, ik heb nog altijd een Heel jaar op die school gezeten, maar het probleem was dus elke keer Als ik één iets verkeerd deed Dat ik terug naar de directeur moest gaan En dat hij eigenlijk al met de bos gezegd naar mij kind. Ik, omdat hij, ja, hij wist een beetje dat ik daar wel al had gefuckt. Aldo, de directeur van onze school was eigenlijk wel een chill dude. Een geweldige directeur. Waarschijnlijk een van de beste die ik ooit heb gehad. Maar hij vond het ook gewoon wel triestig dat ik dat had gedaan. Het was een hele droevige situatie, eigenlijk ook. Die jongen van 15 jaar die inbreekt in een school en er een video van maakt. Dus eigenlijk gewoon zichzelf exposed op internet. En eigenlijk gewoon al het bewijsmateriaal in de handen legt van de politie. En dan toch nog proberen jezelf eruit te praten op het politiebureau. Terwijl ze eigenlijk al alles hebben wat ze moeten hebben. Thanks, Belgische wetgeving om, om mijn. Zwart ding weg te doen als ik 18 hoor. Okay. <laughs> ik vind oké. Ik ben geen crimineel. Ik, ik zou het nooit meer doen. De video's staat nog altijd op privé op mijn channel. Niemand kan hem bekijken. En ik heb jullie net wel een paar beeldjes getoond van die video. Dus jullie kunnen hier en daar wel een beetje uitmaken hoe het was. Dus dames en heren, vond jullie nu een leuke video's? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben ACT. E en ik zou zeggen tot de volgende keer, bitches. Elke dag twee video's op random uren. Tot tot 24 juli. Adios. Hello. Hoe ligt ze? Op buiten zo gewoon beneden. Is Pieter thuis? Nee.